live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Even staat op. We krijgen natuurlijk de column en de voorspelling waarvan ik volgens mij het idee heb dat dit weer niet helemaal klopt bij van de voorspelling nou, van Figo. Helemaal niet. Nou, helemaal ik hoor niet, net helemaal niet. Dus, weet je dat, maar ja, wie had de rit van gisteren kunnen voorspellen? Jij, Erben? Had ik hem kunnen voorspellen? Ja, we wisten allemaal wel dat hij heel erg goed was. Maar ik denk dat heel Nederland eigenlijk toch heel erg hoopte dat Sven Kramer zou winnen. Dat is zo, hè? Dat is zo, ja. Want iedereen... Hoopte jij het ook? Nou, ik kwam hier naar de Olympische Spelen toe eigenlijk voor twee momenten. En het eerste moment was, omdat ik een sprinter ben, hoopte ik heel erg dat we ooit eens een keertje de 500 meter heren zouden gaan winnen. Nou, dat hebben we op een gruwelijke manier gedaan. Zo. En dan de tweede moment, dat was gewoon, ja, weet je, de vloek van Vancouver. Ja. Die moest weggeveegd worden. En er was één moment, dat was de 10 kilometer van Sven Kramer. Want iedereen wilde... We waren alleen maar bezig met het verhaal. We waren eigenlijk helemaal niet bezig meer met die rit. En we wisten wel dat Jorrit Bergsma er was. En dat was wel een goede schaatsen. Maar daar wilden we eigenlijk ook niet te veel op letten. Want we wilden eigenlijk Sven zien winnen. En dan komt er gisteren zo'n ontknoping. Dat is echt waanzinnig. Maar ik heb ook het idee, we wilden het ook niet alleen voor Sven. Maar ook wel voor Gerard Kempkes. Ja, Gerard, ja, zeker. Zeker. Nu heeft Gerard iedere keer wel gezegd van het is een incident. Ik wil er niet over nadenken. Maar het wordt nu eigenlijk alleen maar pijnlijker. Hè? Ja. Want dat is, 4 jaar geleden had hij de kans. 4 jaar geleden had hij hem. En dan denk je, ah, maakt het nog niet uit. Het kan nog een keertje gebeuren. Maar nu is hij dan 27. En nu moet hij eigenlijk weer 4 jaar wachten om een keertje die 10 kilometer te winnen. Wat kan, heb jij nog gesproken na de Wij race? Hebben hem gisteravond in de uitzending gehad. Ja. En dat was ook bizar, want dan heb je een hele rare tafel. Dan heb je Jorrit Bergsma aan tafel zitten, die je eigenlijk gewoon alle credits wil geven. Ja. Die man die wil je eigenlijk vieren, want dat is gewoon een fantastisch Olympische kampioen. Ja. En daarnaast zit iemand... Die dan helemaal kapot is, die echt helemaal niks wil. Hij heeft goud en zilver, maar hij voelt zich een beetje de slemiel van de Olympische Spelen. Wat natuurlijk ook helemaal niet waar is. Maar zo beleeft Sven het wel. Omdat Sven kwam hier gewoon voor een missie. Sven kwam hier voor 3 keer goud en alles minder dan 3 keer goud. Is gewoon in zijn ogen gewoon niet goed. En dan zit dat dan naast elkaar. En dan heb je ook nog Bob de Jong erbij zitten. Die natuurlijk heel blij is dat hij weer een medaille gewonnen heeft. Ja, ja. Dus dat was gewoon een bizarre tafel. Maar heb je hem daarna nog gesproken? Of is het verder... Ja, nou, hij is gewoon hevig teleurgesteld. Ja, dat begrijp en ik hij, wel. En hij gaat er alles aan doen om zometeen in ieder geval... die ploegachtervolging gewoon weer goed te rijden. Want ja, daar kunnen ze ook nog gewoon een gouden medaille halen. En die moeten ze eigenlijk halen. Ja. Want we zijn natuurlijk zo sterk op die ploegachtervolging. Dat moet wel gebeuren. Ja. Maar het gebeurde eigenlijk... Kijk, 4 jaar geleden gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde. Toen was het ook een grote verrassing dat hij geen goud haalde. En toen werd hij ook al een beetje uit het lood geslagen. Dus toen ging het eigenlijk ook nog een keertje mis op die ploegachtervolging. Maar dus, die gaat hij nu wel gewoon doen, toch? Ja, die gaat hij zeker doen. En dat is wel even zaak om daar nu gewoon eventjes... te focussen. Focussen. Maar jij schrijft vanochtend dat hij had, in jouw column... jij schrijft hij had eigenlijk 6 medailles moeten hebben. Hij heeft er 2. Wat betekent dat dan nu? Ja, nou ja, hij wil graag groter worden dan de sport. En daarvoor moet je op de Olympische Spelen bijzondere dingen doen. Zeg jij dat het fit zijn op het goede moment ook een kwaliteit is van een topsporter? Ja, de eerste regel bij schaatsen is eigenlijk dat je op je benen moet blijven staan. Dus ja, op het moment dat iemand valt... Ik schrijf even mee. Op het moment dat iemand valt, dan is dat gewoon een fout. Dan verdien je gewoon niet om een medaille te winnen. En het tweede ding is eigenlijk, je moet altijd zorgen dat je fit aan de start staat. En dat is natuurlijk ook wel iets wat er gewoon bij Sven Kramer hoort. Sven Kramer die vraagt zoveel van zijn lichaam. Die treedt zo ongelooflijk hard. En op een gegeven moment komt er ergens een zwak punt voor. En dat is gewoon zijn rug. En dat hoort er wel bij. Het hoort erbij om gewoon op zulke momenten ervoor te zorgen dat je gewoon fit bent. Maar ik kan me bijna niet voorstellen. Ja, leg mij dat dan eens uit. Hij heeft 4 jaar hier naartoe gewerkt. Naar die Olympische Spelen. Dit is het belangrijkste moment in je leven. Dan kan je je toch haast niet voorstellen dat je op dat moment... Niet fit bent. Nou ja, maar het is gewoon... kijk, hij is natuurlijk na de Spelen is hij er ook al een jaar uit geweest. Ook vanwege allerlei blessures. Hij vraagt veel van zijn lichaam. En daarna heeft hij wel weer heel hard getraind. Maar het is bij hem echt zaak om gewoon hard te kunnen trainen... maar ook nog fit te blijven. Er is niet voor niks dat er hier een automanueel arts rondloopt. Een arts rondloopt. 2 fysiotherapeuten rondlopen. Alleen maar om Sven Kramer gewoon op de rails te houden. Maar is het nou gewoon domme pech of is het gewoon geen goede voorbereiding geweest? Het is een hele goede voorbereiding geweest. Maar wat mensen niet zien is hoe moeilijk het voor hem is om fit te blijven. Weet je, want het is voor hem ook heel lastig. Want hij wint namelijk alles. Dus dan denken we al heel snel. Ja jongen, loop niet zo te zeuren over de verkoudheidje. En je wint toch altijd. Als puntje pauze komt bij je er wel. Maar nu laat hij eigenlijk ook zien door niet te winnen. Hoe moeilijk het eigenlijk was om 4 jaar lang, wat 8 jaar lang. Alles achter elkaar maar te winnen. En heeft dan die druk daar ook nog mee te maken? Gaat dat uiteindelijk op je fysieke spelen? Niemand heeft zo'n druk als hij. Hè? Nee, het is natuurlijk de allermoeilijkste. Kijk, hij is hierheen gegaan. Hij heeft 4 jaar lang dat hele Nederlandse schaatsen gedragen.
En nogmaals, hij heeft gewoon goud en zilver. Hè? Ja. Maar dan heeft hij die druk. En iedereen zit naar hem te kijken. Gisteren in die mixzone. Dan lopen daar 20 cameraploegen rond van over heel de wereld. Ja. En die vragen aan Jorrit Bergsma, hoe is het om Sven Kramer te verslaan? En dan Sven, en ze komen eigenlijk allemaal voor het verhaal van Sven. En dat je weet dat je gewoon bezig moet zijn met je prestatie. Je weet dat je moet concentreren op je prestatie. Maar daar kun je op een gegeven moment gewoon niet meer van afsluiten. Ik vind het bijna sneu voor Jorrit dat wij nu weer. En dat is ook niet zo gek, want het is het verhaal van de Spelen natuurlijk. Ja. Maar we hebben het helemaal niet over de geweldige kampioen Jorrit Bergsma. Die een onvoorstelbare rit reed, toch? Ja, die reed echt een onvoorstelbare rit. En hij reed ook echt prachtig. Het is een mooie schaatser. En dat is ongelooflijk. Maar dat blijft er wel gewoon aan hangen. En hij wil nog een keertje. Hij gaat ook nog een keertje de Elfstedentocht toch winnen. Dus hij wordt nog veel groter. Ja. Die gaat hij winnen ook, denk jij ook? Ja, die gaat hij. Ik rij ook af en toe marathons. En dan rij ik af en toe met hem mee. En dan, dat is echt ongelooflijk. Op het moment dat hij gewoon op kop komt van zo'n peloton. Dan schudt hij aan de boom. En dan op een gegeven moment hij gaat net zo lang door. Dat er echt helemaal niemand meer achter hem rijdt. Hij is zo ongelooflijk sterk. Ja. En dat weet Sven Kramer natuurlijk ook wel. Sven Kramer heeft niet voor niks. Hè. Kijk, Sven Kramer is niet dom. Sven Kramer die weet heel goed hoe goed zijn concurrenten zijn. Hij was natuurlijk al een beetje onzeker aan het worden. Want die 5 kilometer die had hij al afgezegd. Ja, en dan doet Sven... Was dat een teken? Was dat een fitte Sven Kramer zegt geen 1500 meter af? Nee, je kwalificeert je of je kwalificeert je niet. En als je kwalificeert, dan wil je het liefst gewoon rijden. Ja. En dan moet je wel een reden hebben waarom je dan in één keer niet meer rijdt. Dus dat was al wel een teken aan de wand. Ja, nou, het is wat hoor. Jorrit Bergsma is toch gewoon een geweldig kampioen. Laten we die conclusie dan in ieder geval trekken. Want het is namelijk een geweldige kampioen. Want hij heeft namelijk de man van de Spelen verslagen. Ja. Dus dan moet je wel een hele grote zijn. Ja, dat is die. Laten we daarmee afsluiten. Nog even, het is toch niet normaal wat hier allemaal gebeurt. Nee, dus iedere dag, het wordt maar gekker. En gisteren dacht ik ook van, het wordt nu een saaie dag. En dan gebeurt er weer iets raars. Dus vandaag wordt het weer een bijzondere dag. Want Figo is er niet, maar mag ik ook even... Wat gaan we vandaag de 5 kilometer krijgen. En de 5 kilometer wordt natuurlijk een prachtige afstand. En die verwacht allemaal dat Martina Sablikova gaat winnen. Maar dat gaat niet gebeuren. Want ik heb nu een andere theorie. Dus je moet een voorspelling doen die eigenlijk niet klopt. Oké. Okay. Want het is dus... dan werkt het eigenlijk. Ja. Dus Martina Sablikova komt niet eens op het podium. Niet? Nee. Ze gaat gewoon lekker vierde worden. En Ivona Nauta, die gaat voor het eerst gaat ze nu een medaille. Want ze gaat een zilveren medaille halen. Die doet de laatste rit. Een zilveren medaille. En Karin Kleibeuken, die komt ook op het podium. Want die is natuurlijk 8 jaar geleden, van een dramatische speler was dat. Helemaal geen plezier gehad. Maar die heeft nu het plezier gevonden. Heeft zijn kind gekregen. En beleeft sport op een hele andere manier. En die gaat vanuit die ontspanning gaat ze een mooie bronzen medaille halen. En dan komt het toch nog goed met de TVM schaatsploeg. Nadat ze het goud missen op de 1500 meter met Koen Verweij. Nadat Sven Kramer zilver haalt, gaat Irene Wüst onverwacht goud halen op de 5 kilometer. Dus we krijgen Wüst, Nauta, Kleibeuken. Juist. Een clean sweep. Weer een clean sweep. Clean sweep, dames en heren. Daar gaat hij weer. Okay. Nou, ga maar de gaten zagen in dat huis. Dankjewel Erben en veel plezier. Live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Even staat op.